Ja, Jeroen, het had heel anders kunnen zijn, hè, als die omhang van jou, spectaculair moment, niet op de lat, maar 1-1 had gegaan. Ja, dan zouden we anders de wedstrijd ingaan en dan zouden we op voorsprong zijn gekomen. En dan was het misschien wel een heel andere wedstrijd geweest, maar we hebben nu verloren en daar moeten we het mee doen. Want dit leek zo'n wedstrijd, op een gegeven moment kregen jullie allebei de kansen, wie de eerst scoort wint hem. Ja, als je zeg maar, vanuit de zijkant kijkt, dan lijkt het wel zo, maar in de wedstrijd heb je een ander gevoel. En, het was een zware wedstrijd, zoals ik ook al daar aangaf. En, nu wel weer 3 uur terugrijden. Ja. Wel een spectaculair moment voor jou, omhaal. Is dat je kwaliteit zo, zo'n spectaculaire actie? Ja, ik ben gewoon een speler die alles doet wat er in hem opkomt. En wat er in me opkomt. En dat kwam in me op, dus ik deed het gewoon. Ja, het doelpunt dat zij scoren met Eriksson Danzo, daar wordt geklaagd of er een hand bij zat van Danzo. Heb je dat kunnen waarnemen? Ja, dat was 100% Hens. Ik stond erachter en ik stond zeg maar, zo schuin erachter dat ik het kon zien. En hij kwam aan de onderkant van zijn hand en toen kon hij hem meenemen. Terwijl zij ook op de lijn ook nog Hens maken. Dus ze hebben ook wel een beetje geluk erbij gehad. Uiteindelijk is het 1-0. Proberen jullie het wel? Krijgen jullie ook wat kansjes? Maar het lijkt zo nu dan net niet te lukken. Als ik heel eerlijk moet zijn, vond ik de keeper een heel sterke keeper. En hij pakte een goede kopbal en was gewoon echt gewoon sterk. En daar hebben zij wel een voordeel aan gehad. Vorige week wel de winst, vandaag niet. Wat zegt dit over jullie start? 3 punten uit 2 duels? Ja, eigenlijk zegt het nog niks. Het is het begin van de competitie. En, volgende week hebben wij Volendam ook zwaar. Maar we gaan gewoon, wij kunnen voetballen en dat weten wij, kwaliteit genoeg. Dus we gaan gewoon naar die wedstrijd toe trainen en dan zien we het wel. Ja, je merkte wel frustratie na afloop. Het donderde in de kleedkamer. Ja, daar wil ik me even nog niet over uitlaten. Want, beter niet. Oké, ik volg Dordrecht al vaker. Dit gebeurt eigenlijk altijd na een nederlaag. Ja, dat weet ik niks van. Ik kom er pas net bij. Dus als het altijd gebeurt, dan so be it.